dan maar even een gevoelig punt, supportersrelaties. Dat is als voorwaarde meegenomen in de brief van het college. De coalitiepartijen hebben daar veelvuldig vragen over gesteld, dat het we belangrijk vinden dat die op orde zijn. Niet, het is eigenlijk onze zaak niet, maar toch weer wel onze zaak, omdat de maatschappij belang heeft dat er zo min mogelijk politie-inzet is. Want dat kost de samenleving gewoon geld. En dat willen we natuurlijk zo efficiënt mogelijk inzetten. Hij moet alle antwoorden straks in één keer geven. En er zijn ook nog een aantal andere collega's die vragen willen stellen. We hebben het over nog een dossier. Ik ben het helemaal met u eens, dus maar een momentje. En ik weet dat er in het verleden dingen zijn gebeurd. Maar de vraag is even, hoe trekken we dat nu vlot? Want wij hebben al zoiets van, ja, als aan twee kanten het stroef loopt. En ik merk dat het gewoon vast zit. Ik heb zowel uw organisatie gesproken als de supportersvereniging. En ik merk gewoon dat het vast zit. Feyenoord City communiceert zich helemaal de benen uit het lijf. Maar ik heb het echt even over de relatie tussen de club en supporters. Ja, wat is uw visie erop? Hoe trekken we dat vlot? Want het is een belang van de samenleving. Tweede vraag is, de supportersverenigingen zijn gefuseerd. Gaat u de nieuwe supportersvereniging erkennen? Want ik schrok er eigenlijk een beetje van een suggestie vanuit uw eigen club dat daar nog over nagedacht wordt. We hebben de relatie met de FSV, die is inmiddels gefuseerd met de Feyenoorder. Die hebben dat verzoek bij ons neergelegd. En zoals iedereen die een officieel arrangement met ons aan wil gaan, kijken we daarnaar. En hebben we inmiddels ook geantwoord begin maart. Dat willen we graag. Alleen we maken ons wel wat zorgen over de professionaliteit van de samenwerking. Omdat de representativiteit, gezien de opkomst bij ledenvergaderingen, zo vrij mager is. We hebben een handreiking gedaan die volgens mij waanzinnig goed bijdraagt aan een hele goede professionele relatie tussen supporters en tussen club. En dat zal de basis moeten vormen waardoor zij ook mee kunnen praten over normale dingen dadelijk in het nieuwe stadion. Ik weet niet of ik iemand tekort heb gedaan met een vraag niet helemaal beantwoord, maar ik dacht dat ik redelijk volledig was. Lijkt erop, maar de heer Verveen heeft een aanvullende vraag of een beantwoord niet te beantwoorden vraag, heer Verveen. Eigenlijk allebei. Ja, dank u wel voor al uw antwoorden. Inderdaad op twee punten nog even volgvraag om het goed te snappen. De supporters, het gaat dus niet om de Feyenoord City versus supporters. Want ik weet dat ze zich helemaal de benen uit blijven communiceren. Het gaat ons echt om die relatie tussen club en supporters met oog op veiligheid. Ik hoorde u iets zeggen over de supportersvereniging. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Gaan zij nu erkenning krijgen van die gefuseerde club? Omdat het voor ons belangrijk is, omdat daar ook een soort uitspraak dan in zit. We hebben elkaar over en weer nodig. Feyenoord heeft een kritisch geluid nodig, ook is het maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe groot die groep is. Daar hebben we als Feyenoord voordeel bij. En we zijn over en weer, zijn we het daarover eens dat we daar beide mee geholpen zijn. En hoeveel mensen op een AAV komen, vind ik dan eerlijk gezegd niet heel interessant. Ik weet niet of je wel eens bij een AAV van D66 bent geweest. Maar als we dat als criterium nemen, dan kunnen we gelijk ophouden. En een andere vraag gaat even over... Kijk je in over... de keuken van de politiek, altijd fijn. Toch nog even het meisjesvoetbal. Ik hoor u eigenlijk zeggen van, ik hoor u een soort visie uitspreken. Ja, we beginnen met meisjesvoetbal en dat kan op termijn resulteren in vrouwenvoetbal. Nou, die gedachte, die kan ik volgen. Maar we gaan nu wel een hele grote, wellicht een hele grote investering met elkaar doen. Kunt u ietsje meer helderheid geven weer, wanneer u dan verwacht dat het zover is dat we echt met het vrouwenvoetbal aan de slag gaan? Ik snap uw vraag niet helemaal met de veiligheid en supporters, die begrijp ik niet. Voordat we iets bedoelt de eerste vraag? Ja, die begrijp ik niet. Nou, dat ga ik u uitleggen. Want dat heeft de burgemeester ook uitgelegd en de politiechef ook. Meneer Verveen, heeft dat ook even, gaat het specifiek ook nog over hierover? Want er zitten natuurlijk heel veel mensen in een consultatie. Ja, maar dat is de vraag die ik gesteld heb. Waarom vinden we het nou zo belangrijk? Ook als coalitiepartij hebben we de vraag over gesteld dat de relatie tussen club en supporters op orde is. Omdat niet alleen wij, maar ook de politiechef en de burgemeester zeggen dat scheelt gewoon politie-inzet als die relatie gespannen is. En dat hebben we nu de laatste tijd vaker gezien, dat sprake is van een overdreven politie-inzet. Dat hebben we natuurlijk liever niet als samenleving, omdat de samenleving gewoon geld kost. Dus dat is het maatschappelijk belang waar het achter zit. Oké, heeft het over de relatie van Feyenoord of van directie met de supporters. Feyenoord heeft 2,9 miljoen latente supporters. En ik kan u vertellen dat niet iedereen het altijd eens is met de directie. Zoals ook niet elke bewoner van Rotterdam het eens is met uw beleid. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Wij doen daar zoveel mogelijk aan uiteraard, maar het is een illusie om dat te denken. U kunt ook mijn gewaardeerde collega Robert Eenhoorn bellen, Vincent Manhout van Club Brugge of Joachim Watske van Borussia Dortmund. Die zal het precies hetzelfde verhaal vertellen. Heel veel inzet, het is ondenkbaar dat je met iedereen eens bent. En er is inderdaad een groep supporters, die is het met mij altijd al oneens, zal het ook met de volgende directie oneens zijn. Dat is de dingen waar je in alle realiteit mee moet leven en op... relatieniveau, FSV, de Feyenoorder en met de supportersraad, waar ik ook
9 van de 10 keer altijd bij ben, probeer je gewoon het beste te doen, maar altijd in belang van de club, want dat staat centraal. Dan gelijk de lijn naar de tweede, de erkenning krijgen. Wij hebben gezegd, we willen graag met jullie de officiële status geven, maar bij een officiële status wordt ook een aantal voorwaarden. Nou, daar moeten zij nog op reageren. Dat hebben ze niet bij de vergadering daarna gedaan, dat snap ik, dat was te kort tijd. Dus ik verwacht dat ze dat eerst komende vergadering gaan doen en dat we daarover in gesprek komen.